Op de top in Madrid zal vanavond ook worden gesproken over Oost-Timor, een voormalige Portugese kolonie, nu onderdeel van Indonesië. Volgens berichten uit Indonesië zou de politie 32 mensen hebben gearresteerd die vorige week de Nederlandse ambassade in Jakarta waren binnengedrongen. Uit protest tegen deze arrestatie hebben 11 Oost-Timorese activisten vanmiddag korte tijd het partijsecretariaat van D66 in Den Haag bezet. In een gesprek met D66-Kamerlid Van den Bos verklaarden de bezetters dat minister Van Mierlo van D66 verantwoordelijk is voor het oppakken van de Oost-Timorezen in Jakarta. Het RTL Avondnieuws. In Indonesië zijn alsnog 32 Oost-Timorezen gearresteerd. Ze drongen vorige week het terrein van de Nederlandse ambassade binnen uit protest tegen de Indonesische bezetting van Oost-Timor. Indonesië had Nederland de garantie gegeven dat de Timorezen niets zou overkomen als ze het terrein zouden verlaten. De bezetting van de ambassade op 7 december viel samen met de 20e verjaardag van de Indonesische invasie op Oost-Timor, een voormalige Portugese kolonie. Oost-Timorese studenten en Indonesische sympathisanten voerden toen ook actie bij de Russische ambassade. De studenten die op het Nederlandse ambassadeterrein zaten, vertrokken vrijwillig, op voorwaarde dat ze ongemoeid zouden worden gelaten. Maar daar heeft Jakarta zich niet aan gehouden. Van de 32 studenten die nu vastgenomen zijn, komen er 6 niet uit Oost-Timor. Leden van de Oost-Timorese actiegroep Rene Til hebben het partijsecretariaat van D66 in Den Haag bezet. Ze wilden hiermee protesteren tegen de arrestatie van de Timorese activisten. De buitenlandwoordvoerder van de Democraten heeft begrip voor hun actie. Wij hebben het zelf al eerder daarvoor gepleit. Maar ik kan dat ook. Ik moet dat natuurlijk overbrengen ook aan de Nederlandse regering. En ik zal dat zeker in mijn fractie bespreken, aan de orde stellen. Dinsdag is Van Mierlo nog door de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over de kwestie. Volgens hem had de Indonesische regering de garantie gegeven dat de arrestanten niet zou overkomen. Minister Dijkstal zit met de kwestie in zijn maag. Nou, ik vind dat bericht op zichzelf ernstig. En dat is ook de reden geweest dat onze ambassade in Jakarta daar opheldering over heeft gevraagd. Van Mierlo zal de kwestie nu op de Eurotop in Madrid aankaarten. Portugal heeft al laten weten Nederland verantwoordelijk te houden voor de naleving van het akkoord met Indonesië. Op de conferentie zijn zowel premier Kok als minister Van Mierlo door de Portugese premier en de minister van Buitenlandse Zaken van Portugal aangesproken. Ligt verstoord ook over het bericht dat de 32 Oost-Timorezen die op de Nederlandse ambassade hebben gezeten en na overleg tussen Nederland en het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat ze na verhoor door de politie zouden worden vrijgelaten en asielaanvraag zouden kunnen indienen voor een Portugal, door de politie weer zijn opgepakt. En dat is een schok geweest. En minister Van Mierlo heeft daar ook snel een verklaring over afgelegd. Als het zo is dat er geen nieuwe argumenten van de Indonesische regering zijn die op een of andere manier overtuigend zijn voor het gedrag wat ze nu aan de dag leggen, dan beschouw ik het als een breuk in de belofte die door de minister van Buitenlandse Zaken aan mij is gedaan. Maar dat onder het voorbehoud dat er geen nieuwe feiten zijn. Ik weet niet wat er de afgelopen dagen, wat die mensen gedaan hebben en wat de reden is waarom de Indonesische regering ze heeft opgenomen. Ik kan geen argument voor ogen halen, maar misschien dat het er is, dan hoor ik het wel. Voor Hans begrijp ik er niets van en ben ik geschokt door deze ontwikkeling. Minister Van Mierlo nu op de Eurotop in Madrid. Inmiddels dank je, Haye Thomas. Ja, de kwestie met de Oost-Timorezen.
Portugal plaatst kanttekeningen. Nederland is veel te goed van vertrouwen geweest toen het de garanties van de Indonesische regering accepteerde dat de bezetters van de Nederlandse ambassade in Jakarta na verhoor zouden worden vrijgelaten. Dat vindt de minister van Buitenlandse Zaken van Portugal. Volgens hem had Nederland de garanties moeten wantrouwen, omdat, zoals Portugal zegt, ze van dictators kwamen. De 32 demonstranten zijn vanochtend door het leger aangehouden. Onder hen zou de leider zijn van de 55 demonstranten die de Nederlandse ambassade vorige week bezetten. En na de toezegging dat ze na verhoor in vrijheid zouden worden gesteld, vrijwillig het ambassadeterrein verlieten. Een woordvoerder van het Indonesische leger bevestigde de arrestatie, maar zei niet te kunnen zeggen waarom de demonstranten zijn vastgenomen. De mensenrechtenorganisatie Amnesty vindt dat de Nederlandse regering grote risico's nam. We vrezen toch dat de Nederlandse regering te goed gelovig is geweest. En we vragen dan ook weer opnieuw aan de minister van Mierlo om dit keer een duidelijker opstelling in te nemen. En ook duidelijker erachter aan te gaan dat deze mensen beschermd worden. Amnesty International vreest dat de arrestanten iets overkomt. We zijn bang voor intimidatie. Oost-Timorezen zijn zo vaak in de afgelopen jaren opgepakt, geïntimideerd tijdens gevangenschap, gemarteld. Vaak worden ze oneerlijk, krijgen ze een oneerlijk proces en kunnen ze dus zomaar achter tralies worden gezet. In Den Haag werd uit protest tegen de aanhoudingen het D66-kantoor enige tijd bezet. De arrestatie in Jakarta van de 32 deelnemers aan de ambassadebezetting komt vanavond op de Eurotop in Madrid aan de orde. Portugal is bereid de arrestanten alsnog op te nemen en heeft Nederland gevraagd om bemiddeling daarbij.